Kindermishandeling is een onderwerp dat voor veel mensen tot de verbeelding spreekt, maar voor sommigen ook niet. In deze aflevering vragen wij ons af of kindermishandeling overdraagbaar is, hoe je het kan signaleren of herkennen, welke vormen van kindermishandeling te onderscheiden zijn en waarom mensen kindermishandeling plegen. De gast is Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat, gastdocent binnen diverse opleidingen en ervaringsdeskundigen. Tijmen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Weer een nieuwe dag in de pedagogische wereld, Tijmen. Absoluut. En voor ons betekent dat dus een nieuwe dag... om onze zoektocht voort te brengen naar... wat Tussen aanleidingstekens goed opvoeden is. Hè? Wat ja. pedagogisch verantwoord is. Ja, jij doet dat altijd tussen aanleidingstekens. En ik begrijp ook waarom je dat doet. Alleen er zijn wel duidelijk betere uh, handelingen dan sommige andere handelingen. Zeker. En het onderwerp van vandaag bewijst dat, denk ik, het meest. Kindermishandeling. Ja. Want dat is natuurlijk een heel schijnend onderwerp. En voor een schijnend onderwerp als dit, waar wij allebei geen ervaring mee hebben, leek het ons ook echt belangrijk om. Met zo'n expert zoals Ted Kloosterpuur te spreken. Mm -hmm. hoe, hoe je het kan signaleren. Hoe je ermee om kan gaan. En misschien nog wel idealistisch gezien. hoe we het kunnen voorkomen in de toekomst. Ja, waarom is het belangrijk dat al onze luisteraars. hier informatie over krijgen, volgens jou? Kinderbestandding is een maatschappelijk probleem. Het raakt ons allemaal. Want kinderen worden daarmee beschadigd. worden volwassen krijgen daardoor extra problematiek. Hè? Dat gaan we waarschijnlijk ook wel dadelijk in de literatuur bespreken, in de wetenschappelijke literatuur. En dat komt dan weer in de samenleving terecht. Dus de samenleving heeft er ook weer last van uiteindelijk. En ik denk niet dat we het moeten zien als kosten-baten en dat soort zaken, dat we het heel economisch moeten gaan bekijken. Ja. Maar het is ook echt, als het gaat over uh, omgaan met elkaar, uh, uh, nadenken over wat een goede samenleving is. Ja, dat past naar mijn idee. Denk ook naar jouw idee, kindermishandeling niet in thuis. Nee, en daarnaast, wat bij kindermishandeling ook wel erg, heel erg speelt, is. Wij weten niet op hoeveel manieren je eigenlijk een kind schade aanbrengt. Want hè, als je het hebt over kindermishandeling, time, dan denk ik dat wij allebei meteen denken, oh ja, heel erg fysiek worden. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Je hebt ook uh, mentale verwaarlozing. En je hebt ook dat je gewoon te weinig eten geeft. Hè? Dat, maar er zijn veel meer manieren waarop een kind mishandeld kan worden. Ja. En ja, je zegt natuurlijk dat economische aspect is niet belangrijk. Dat is ook niet. Alleen. Deze kinderen gaan wel een hele zware toekomst tegemoet. Ja. En daardoor gaat de maatschappij daar ook iets mee, mee moeten eigenlijk. Absoluut. En om even ook op die vraag terug te komen. Wat, wat heeft iedereen daaraan? Ja, wij zijn allebei pedagogen. Dus als je het aan ons vraagt, gaan we natuurlijk kijken naar... oké, okay, hoe zie je dat bij kinderen in onze professionele praktijk? Maar ik denk ook voor een gewone ouder dat die ook... Kan zien aan bepaalde kinderen in zijn omgeving. Als iemand bijvoorbeeld komt spelen, mm -hmm. uh, of als ze kinderen op het schoolplein zien, dat daar ook signalen voor zijn om dan. De hoop te schieten of iets, iets te kunnen betekenen. Dat is voor iedereen, denk ik, boeiend ja, te weten. Inderdaad, en we zitten weer in een klaslokaal bij Fontes Pedagogiek. En tijm, het zou toch mooi zijn geweest eigenlijk als al deze stoelen gevuld waren met dol enthousiaste studenten. Het lijkt me nog steeds heel erg leuk om een keer een, een podcast op te nemen met publiek, hè? met live publiek. En dat kunnen misschien studenten zijn hè, van deze hogeschool, maar misschien ook gewoon andere mensen. Het lijkt me gewoon leuk om een beetje interactie ook tijdens het opnemen van deze podcast erin te brengen. Ja, precies. En dan hadden ze onze structuur mee kunnen. krijgen... Krijgen, namelijk dat we dadelijk eerst naar de pedagogische stelling gaan, hè? Nou, zeker over dit thema zijn hele mooie stellingen op te werpen. Daarna gaan we de wetenschap bespreken. Ja, dat is heel veel onderzoek gedaan. En daarna gaan we naar de deskundigen en ook ervaringsdeskundigen, Timmer. Precies. Ja. Kloosterboer. Ja, de stet spreekt vanuit een bepaalde deskundigheid die ze door de jaren heen heeft opgebouwd. Maar vooral omdat ze het zelf even meegemaakt. En dat maakt haar bijdrage nog waardevoller. Voordat we naar de stelling gaan, Lars, wil ik eerst even nog. De luisteraar vragen om ons te steunen, onze zoektocht te steunen naar wat pedagogisch verantwoord is. Dat kan heel makkelijk voor een paar euro, maar link staat in de beschrijving van deze aflevering: slash pedagogisch verantwoord en dan help je ons echt heel veel. Dus alvast bedankt dat je dat wilt doen. En uh, Lars, we gaan nu de stelling van deze aflevering bespreken. <tosses> Pedagogische stelling. Kindermishandeling. Is overdraagbaar. Dus kindermishandeling is overdraagbaar. Dat is de stelling van vandaag. Tijme, is kindermishandeling overdraagbaar? Als jij als kind wordt mishandeld, dan is dat een soort realiteit. Dat hoor je ook vaak van kinderen terug die mishandeld zijn. Dat is voor hun gewoon part of life geworden, hoe schijnend dat ook mag zijn. Als je daar niet in geholpen wordt, dus als jij gewoon het leven ingaat. Als dat niet wordt gesignaleerd, is de kans al heel erg groot dat je dat wel of ook gaat doen. Of dat jij dat ook gaat overdragen op je eigen kinderen. Er is nog steeds iets dat je overbrengt aan je kinderen. Dus ik denk: ja, Lars, hoe zie jij dat? Ik heb een beetje een probleem met het woord overdraagbaar. Ik heb ergens het idee dat heel veel van deze problemen zich voordoen. omdat er te weinig kennis is bij de mensen die zo handelen. En overdraagbaar zegt mij dat je eigenlijk weet wat je overdraagt. Maar juist deze volwassenen die op deze manier met deze kinderen omgaan, weten helemaal niet wat voor gevolgen dit kan hebben. Vaak, hè? Niet altijd. Maar wel vaak komen deze problemen daardoor. Ja, en ik denk ook dat ze hulpeloos zijn. Hè? Ja, sorry, ik moet niet jou, jouw stelling onderbreken, uiteraard. Sorry, jouw betoog. Sorry, sorry. Ga door. <laughs> Kindermishandeling is in mijn ogen dus niet overdraagbaar eh, als in een bewuste overdracht. Maar meer dat het per generatie actueel kan blijven als er te weinig kennis is binnen een gezin en binnen een, een systeem wat dat betreft. Interessant Lars. En deze stelling gaan wij op het einde van de aflevering in de conclusie gaan we die weer even erbij pakken. En dan gaan we kijken hoe de wetenschappelijke bronnen en het gesprek met Ted daar wellicht een verschuiving in hebben... Aangebracht. Maar wij horen graag ook natuurlijk van luisteraars nog steeds. Wat vind jij van deze stelling, vooral bij dit thema? Ja, dus daar kun je nu al ons een bericht over sturen of op het einde van de aflevering. Um, maar denk mee, hè? want zoals we al vaker hebben gezegd in deze podcast: opvoeden is niet iets dat vaststaat. Opvoeden is normatief, subjectief. Om die woorden even te gebruiken. En opvoeden doe je samen als maatschappij. Ik stel voor dat we de wetenschappelijke literatuur erbij gaan pakken. Wetenschappelijk verantwoord. Lars, in deze aflevering hebben we het even iets anders aangepakt. dan in menig afleveringen hiervoor. Jij was altijd de persoon van de wetenschappelijke bronnen, van de wetenschappelijke artikelen. Jij ging altijd op zoek, hè? Dat was jouw taak. Maar ik dacht. Laat ik last even ontlasten. Ja. Dat jij ook even kan focussen op andere dingen. Want je hebt ook genoeg andere dingen te doen. Dus we hebben besloten om de wetenschappelijke bronnen te sp splijten. Te, ja, hoe zeg je dat? Te splitsen. Nou te ja, splitsen. Jij, jij, ja. neemt, jij neemt er één voor je rekening en ik die andere. En dan krijgen we ook weer een mooi compleet beeld van Dynamiek. De, van ja. het thema. Ja. Ik ja. Vond dat vond ik altijd zo zielig. Hè? Dan gaan we naar het rubriekje en dan moet jij weer alleen keihard werken en dingen opzoeken. En dan stel ik alleen maar vragen. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk, eerlijk verdeeld. Nee, dan nee, wij zijn wel eerlijk. Vind ik wel. Ja. ja. Nou, en die eerste bron die ik heb opgezocht, die gaat over het monitoren van kindermishandeling in Nederland. Want de omvang van kindermishandeling wordt in ons land gemonitord door de Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling. En in de meest recente versie van pedagoog-professor Dr. Lenneke Alink en haar collega's wordt kindermishandeling omschreven als alle psychische of fysieke verwaarlozing en geweldpleging tegen kinderen. En jongeren door hun ouders of andere voorzorgers. Oké, okay, dat is wel fijn even een definitie ook. Daarom heb ik deze bron ook uitgekozen. Deze bron legt alles uit en ook de verschillende vormen van kindermishandeling. Hè, want seksueel misbruik hoort daarbij, fysieke mishandeling hoort erbij, emotionele mishandeling, fysieke verwaarlozing, verwaarlozing van onderwijs is ook een uh, goeie, emotionele verwaarlozing en alle andere vormen van mishandeling. Dat is die, altijd handig, dat is bij zo'n bron dan uiteindelijk ook neerkomt op... en ook al die andere vormen. Ja. En wat, wat zit daar dan ja. nog allemaal onder? Dat is misschien ook wel goed om nog even met Ted met over te hebben. Zeker. En hier schrok ik wel van, Lars. Naar schatting zijn 90.000 à 127.000 jeugdige slachtoffer van kindermishandeling. In al die eerder genoemde vormen. Dat is echt heel veel. Maar is dat dan per jaar of hoe zit dat dan precies? Per jaar. Ja, ja per jaar... Dat zijn er wel een hoop, zeg. Ja, ja. En emotionele verwaarlozing is de meest voorkomende vorm, staat in deze bron. Dus emotionele verwaarlozing uh, is ook natuurlijk een hele onduidelijke en geniepige vorm. Hè. Dat, 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 dat gaat onderuit zitten. Dat is niet heel erg zichtbaar. En dat maakt het zo, zo gevaarlijk. Ja, want een, een blauwe plek of zo, die kun je ook nog waarnemen. Maar als iemand echt onder je huid gaat zitten als die echt dingen zegt om jouw zelfbeeld gewoon te, te kleineren eigenlijk. Ja, of wat dat veroorzaakt als jouw ja. zelfbeeld gekleineerd nou, wordt. Dat of? zie je niet altijd. Nee. En natuurlijk kunnen deze kinderen misschien ook wel heel goed een masker opzetten. Kom daar dan maar eens achter wat daar allemaal mis is gegaan. Ja, ja en dit zijn ook wel interessante aspecten om mee te nemen in het tegengaan van die kindershandeling. Ja, dus daarom nogmaals vind ik het wel belangrijk dat we dit uh, bespreken. Bij 29 van de jongeren die te maken hebben gehad met kindermishandeling. is er sprake van meerdere vormen van mishandeling. He, dus dan is het niet alleen maar slaan of dat geestelijke aspect. maar ook al die andere. Ja, dat is echt wel heel erg schrijnend hoor. Dus die krijgen nog meer ellende over zich heen. Ja, het stapelt zich op, hè, bij die kinderen. En van de kinderen die slachtoffer zijn. staat ook in deze bron. van mishandeling of verwaarlozing. blijkt bijna de helft ook te maken te hebben met andere vormen van huiselijk geweld binnen het gezin. In meer dan de helft van deze gevallen gaat het ook om geweld tussen de ouders. Dus het wordt eigenlijk, ja, heel typisch gezegd, wordt het verdeeld onder ook gezinsleden. Hè, die krijgt wat fysieke mishandeling op het bordje, maar ook tussen de partners zelf gaat het mis. Ja, en dan moet je je voorstellen, als één grote ellende heb je net zelf iets vreselijks meegemaakt en dan hoor je daarna nou ook je ouders hele heftige ruzie hebben. Ja, je kan je wel voorstellen: voor zo'n kind is dat echt vreselijk. Is dat echt heel schrijnend. In 60% van de gemelde gevallen van kindermishandeling zijn de ouders gescheiden. Of is er sprake van een dreigende scheiding of relatiebreuk? Hè? Vooral bij emotionele mishandeling en verwaarlozing is er ook vaak een relatiebreuk in het spel. Ja, ja kleine, kleine verwijzing weer naar onze andere aflevering over het thema scheiden en verstoten ouders. Ja. En natuurlijk gebeurt dat kindermishandeling niet altijd in die situaties. Nee. Maar dat het hier staat, zegt ook wel weer iets. Ja, dat die problematiek zich opstapelt en dat die ook andere problematieken aanspreekt of aansteekt bijna. Ja, je had nog een kleine kanttekening bij dit onderzoek Tim. Ja, ja, precies, ja, want een kanttekening aan dit onderzoek, dus aan dit rapport, is aangezien het onderzoek via informanten is verlopen en via registraties van gemelde gezinnen bij Veilig Thuis, kunnen de resultaten, dus al die cijfers die ik net genoemd heb, beschouwd worden als een ondergrens. Dus dit is hetgeen wat bekend is. Dus je kan je wel voorstellen, wellicht zijn er veel meer mensen die er last van hebben. En dat zegt ook eigenlijk waarom het belangrijk ook is om in onze podcast te bespreken. Het is een heel groot probleem. Wat hier denk ik passend is bij zo'n grote problematiek zijn richtlijnen. Kijk, het meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, uh, dat is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Het Nederlands Instituut van Psychologen. En de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Dus dat is een hele grote groep organisaties ja. die heeft gezegd: zo moeten we het zien. Ja, dus dit is wel een betrouwbare bron, kunnen we wel stellen? Zeker. Ja waar ze naar hebben gekeken zijn risicofactoren Timmer. Want als we dat weten, dan weten we waardoor het fout gaat vaak en dan kunnen we veel eerder inspelen. Ja. De belangrijkste risicofactoren voor alle vormen van kindermishandeling zijn, op basis van internationale literatuur, problemen tussen ouders, dus partnergeweld, hè, waar jij het ook al even over had. Ja, dus dat is een risicofactor. Als dat gebeurt, dan is er dus een vergrote kans op mishandeling. Zeker. Okay. Ja. Ook ander huiselijk geweld eh, en vechtscheidingen, hè? Dat, dat, dat hoort er dan ook nog bij. Mm -hmm. De volgende is psychische en psychiatrische problemen bij ouders, actueel of in het verleden. Dus dan moet je denken aan depressie, autisme, ADHD, bipolaire stoornis, antisociale gedragstoornis, borderline, persoonlijke stoornis en LVB. Nou, als dat speelt, is de kans groter dat die mishandeling plaatsvindt. Ja. Weet je wat ik altijd vervelend vind aan dit soort lijstjes? Is dat... Uh, we die mensen al meteen verdacht gaan maken hè? en dat is wel echt het nadeel van dit soort uh, theorie. Alleen ik denk wel dat we het mee moeten nemen van oké okay, als jij hier last van hebt, dan heb je daar een grote kans. Ja, ik vind het lastig. Ik, vind het echt ik lastig. begrijp jou. Ik begrijp waar het vringt uh, bij jou. Ja. Alleen je moet wel denken dat elke situatie die jij uh, vindt waarin kinderbestanding plaatsvindt, is er één. Uh, ja. Je hebt winst gemaakt. Ja. Goed. Uh, wat wa staat er nog meer? Ja, uh, nog een van die belangrijke risicofactoren is uh, dat de ouder Kindermishandeling heeft meegemaakt in de eigen jeugd. Kijk, de stelling, las. Ja, de stelling, hè? daar komen we dan een beetje, beetje op terug. Dat dat dan inderdaad van generatie op generatie over wordt gegeven. Ja, en de laatste belangrijke risicofactor is problematisch alcohol en drugsgebruik door ouders. Ja, en die vind ik dan weer logisch op een of andere manier. Ja, maar dan ga je ook wel weer ervan uit... dat dat heel vaak gebeurt bij dit soort... Problematisch staat er al. Ja, niet ja, iemand die zo. even één of zoveel keer een... Uh, een drankje drinkt. Nee, niet iemand die uh, even één keer per week een uh, wijntje drinkt. Dit is toch wel uh, iemand die heel veel drinkt. Dus ik denk ook heel vaak dronken is. Ja, misschien, uh, misschien ben ik wel selectief aan het, uh, aan het sprokkelen hierin. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik nog even met je wil bespreken, ja. Tijmen... Zijn, zijn de ouder- en kindfactoren. Oké. Okay. Als er mishandeling plaatsvindt, in Tijmen... Er zijn natuurlijk twee partijen betrokken, ouders en kinderen. Da daar gebeurt de mishandeling. Ja. En dan kijken deze richtlijnen ook heel erg naar wat zijn nou factoren die bij de ouders spelen en wat zijn factoren die bij de kinderen spelen. Uh, en bij de ouders zijn significante uh, factoren nog een lage sociaal-economische status. Hmm. Ja. Werkloosheid ja. is belangrijk. Niet-Nederlandse afkomst van ouders. Ja, dat is natuurlijk weer. Hè, daar heb jij natuurlijk weer zo'n gevoel bij van: ja, pas nou op. Met, ja. met, hè, met hoe je kijkt naar die groepen. Ja, ja, ja. en hoe dat dan nog een risicofactor wordt. Hè, dat vind ik dan ook heel interessant om daar eens even verder op, op door te zoeken. Maar schijnbaar is dat zo. Dan, ja. dan heb je gewoon een groter risico. Ja. Nee, zeker. Eén gezinnen, mm -hmm. daar gebeurt het ook vaker. Hè, dus dat er geen andere ouder is om ook controle te houden ergens. Ja. Uh, en tenslotte bij de ouderfactoren was ook nog grote gezinnen met meer dan vier kinderen ja-tijmen. Ja, is... Ik zie het voor me. Je hebt chaos in huis. Alle kinderen ja. willen wat van je. Het gaat niet goed met jezelf. Het gaat niet goed met jezelf. En in een opwelling, bam, gebeurt er iets. Ja. 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 Je ziet ja. het voor je. En dan wordt het problematisch. En het gaat zich herhalen. En et cetera, et cetera. Ja. Ik had nog een paar ouderfactoren die toch wel belangrijk zijn om mee te nemen. Mm -hmm. daar Eentje daarvan is de voorstander van de pedagogische tik. Nou ja, okay. Daar hebben wij natuurlijk een hele aflevering aan besteed. Ja. Ja, als jij al het idee hebt, de visie hebt, dat dat werkt... dan ga je misschien ook wel eens wat te ver... Ja. ja, jij benoemt ouders die fysiek straffen. Dat is echt een risico. Ja, ja. precies. Ja, en dus dat... dat is wat Steven Pont in die aflevering van de Pedagogische Tik ook tegen ons zei. Hè? Van de grens tussen even een tik uitdelen en een harde klap, die is klein. Ja. Precies, okay. Ja. Okay. ja. En toch nog een paar stiefouderschap. Ja, als het niet jouw eigen kind is, is die stap dan makkelijker? Misschien wel, dat is de oh, vraag. Ja, ze wordt wel link allemaal, hoor. God, ja, ja het is... maar dat zijn allemaal uh... dingen die we met de deskundige kunnen bespreken. Ja. En we ja. wisten van tevoren dat dit een thema was wat lastig te benaderen is. Hè? Ja, maar dit is wel een heel overzichtig lijstje. Dat moet ik wel even toegeven. Dat je wel kan meenemen in het begeleiden van ouders. Of, of in, in, wanneer je in gesprek gaat met ouders. Als meerdere van deze factoren allemaal spelen. Ja, dan dat, dat er al een hulp geboden kan worden. Ja, en ja. ook als je hierin herkent. Dat betekent natuurlijk niet dat er, hè, dat er iets moet spelen. Of als jij mensen kent die passen in dit plaatje. Ben extra op je hoede. Want ja. dat is wel waar wij ook vandaag over hebben. Tijmen, dat het belangrijk is om ook als omgeving goed te blijven kijken en ja. opletten. Ik denk dat onze intellectuele bagage weer genoeg gevuld is. Om beslagen ten eis te komen bij het gesprek van Ted. Voordat we Ted gaan ophalen beneden. Uh, wil ik jullie nog vragen om in de podcast app waarin je luistert. Wellicht is dat Spotify, wellicht is dat Apple Podcast. Om ons daarin te... Te volgen of te abonneren, het ligt er een beetje aan welk platform het is. En om even vijf sterren achter te laten. Dat zorgt ervoor dat wij door andere mensen, door andere geïnteresseerden, sneller te vinden zijn. Alvast bedankt. En Lars wil jij even tijd ophalen? Deskundig verantwoord. Ja, inmiddels is bij ons aangeschoven. Ted Kloosenboer, zij is directeur van Stichting Praat, gastdocent binnen diverse opleidingen. En zij heeft in 2021 de Van zich Penning gekregen uh, voor haar aanpak. En je bent ook ervaringsdeskundige, hè, Ted? Ja, dat klopt. Welkom. Dankjewel. Uh, wij wilden heel graag toch gebruik maken van jouw deskundigheid. En dat wij zelf merken dat het best een lastig thema is, zelfs voor ons als pedagogen om te bespreken. Maar ik wil beginnen met de vraag, wat doet Stichting Praat eigenlijk? Nou, we doen eigenlijk veel te veel. Uh, we doen een aantal verschillende dingen. We geven scholing aan professionals, aankomend professionals en aan vrijwilligers. En die scholing gaat. Ja, wij noemen dat dat het voor de meldcode zit. Dus dat is scholing eigenlijk op stap nul van de meldcode. En gaat het heel erg over. Wat vind je nou eigenlijk kindermishandeling? Wat ben je eigenlijk aan het signaleren? En waarom vind je het eigenlijk zo ongelooflijk ingewikkeld om het te signaleren? Daar gaan onze scholingen heel erg over. Mm -hmm. En wat we ook doen is dat we publiekse acties organiseren. En dat zijn onze vuile wasmanifestaties. En dan staan we op straat met theater en met muziek. En dan hebben we twee droogmolens bij ons. En we hebben schone was. En dan nodigen we voorbijgangers uit om hun eigen ervaringen met ons te delen. Hoe ze zelf zijn opgevoed, hoe ze zelf zijn opgegroeid. Of hoe ze het zelf met hun kinderen doen. En daar uiteindelijk ook een quote op te schrijven op een stuk wasgoed. En dat hangen we dan buiten. Wauw. Ja. ja, dat is wel de, de, de manier om het <laughs> te doen eigenlijk. Hè? Van uh, kom met je... Met je Taboe doorbrekende ja. uh, eigen ervaring, eigenlijk. Ja. ja, en dat doen we vooral omdat we willen laten zien dat je uh, niet doodgaat als je het er gewoon over hebt. En ook omdat, kijk, we zeggen tegen kinderen altijd: als er iets is, dan moet je het er wel over hebben. Uh, maar wanneer hoor je nou een volwassene praten over kindermishandeling? Vrijwel nooit. Dus we leven het voorbeeld dat, het, ja, dat je er eigenlijk niet over moet hebben. Dus daarom vinden wij het ook zo belangrijk om dat ook echt op straat te doen, zodat het echt zichtbaar is en uh, nou ja, dat mensen. En ze zich daarover kunnen uitspreken. Ja. Het gaat veel over het, het onderwerp bespreekbaar maken, informatie geven, voorlichting voor allerlei doelgroepen. Ja. Je noemde net al een woord, de meldcode. Ja, dat is voor sommige luisteraars van ons misschien niet helemaal bekend. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, de meldcode is een wettelijke verplichting sinds 2012 uit mijn hoofd. Mm -hmm. Het is een verkeerd woord eigenlijk, okay. want meldcode dat klinkt als je moet iemand gaan aangeven, je moet gaan verklikken en ja. dus het, dat klinkt heel erg oordelend. Maar wat de meldcode is, dat zijn vijf stappen die professionals helpen als ze een onderbuikgevoel hebben van oh, er is iets niet oké okay met een kind. Dan helpt die meldcode in vijf stappen. Je om op een hele goede en zorgvuldige manier uh, je informatie te verzamelen, je informatie te delen. En uiteindelijk een besluit te nemen van moet ik wel een melding gaan doen bij Veilig Thuis of niet. Ja. En wat je meldt bij Veilig Thuis, dat vind ik wel belangrijk om meteen even te zeggen. Wat je meldt bij Veilig Thuis is de zorg, een hele grote zorg die je hebt over een kind of over een gezin. Dus wat je niet meldt bij Veilig Thuis is, in dat gezin is sprake van kindermishandeling. Want je bent geen Sherlock Holmes, dat heb je helemaal nee. niet hoeven onderzoeken. Maar wat je doet, bij, is dat je bij een melding zegt tegen Veilig Thuis: Wij maken ons zoveel zorgen over dit kind, over dit gezin. Daar kunnen we zelf gewoon niks meer mee. Alsjeblieft, willen jullie ja. gaan onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. Ja, het gaat dus over signaleren en vermoedens. Kan iedereen dat doen of eigenlijk alleen professionals? Nee. Ik vind dat de hele samenleving verantwoordelijk is om kindermishandeling te signaleren. Alleen, het is wel tamelijk ingewikkeld. Ja, ja want wij hadden het net ook even over de maatschappelijke. Impact van kindermishandeling. En dan wordt het al heel gauw in economische waarden uitgedrukt. Hè? Van ah, die kinderen gaan de samenleving in, nou, die gaan allemaal weer dingen. Maar ja, we moeten natuurlijk ook gewoon nadenken dat, dat, dat we dat niet met z'n allen willen, überhaupt. Hè? Dat is nee. gewoon iets wat we ook ethisch, op ethisch vlak gewoon, uh, gewoon moeten verafschuwen. Maar even met die, met die meldcode: jouw oproep is: iedereen moet die eigenlijk kennen. Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen hem zou moeten kennen. En voor professionals is het wel zo dat als je vermoedens hebt van kindermishandeling, dan ben je verplicht om de meldcode erbij te pakken. Ja. En volgens de, de stappen van de meldcode te werken. Ja. Het is geen verplichting tot melden, maar wel een verplichting om de meldcode te gebruiken. Ja, ja, we worden nu al lekker praktisch, maar dat vind ik denk wel uh, mooi. Want dat geeft ons echt handvatten. Want wat is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen merken aan een kind? Dat er sprake is van mishandeling. Dat is meteen de meest moeilijke vraag die er is. Ja, oh, nou. Nou. Um, kijk, er worden jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland mishandeld, zover we weten. Hm. En eigenlijk zijn er ook 119.000 manieren waarop deze kinderen dat laten zien. En natuurlijk zijn er wel een aantal dingen die wel nou ja, voor heel veel kinderen gelden. Wat je bijvoorbeeld kan zien aan kinderen is dat soms hun schoolprestaties gewoon echt wat achteruit gaan. Hm. Wat je soms kan zien, is dat hun gedrag niet helemaal meer coherent is. Dat ze Soms dingen doen dat, je, dat iedereen denkt: hè, wat doet hij nou? Soms worden kinderen heel erg, uh, kunnen heel erg agressief worden. Sommige kinderen kruipen heel erg in hun schulp. Nou ja, je, je hoort al, ik noem eigenlijk alles op wat, hoe een kind zich sowieso kan gedragen. Ja, ja. Alleen wordt het dan soms wel wat extremer. En het is heel vaak ook in combinatie met wat je ziet bij bijvoorbeeld de ouders. He, een basisschool heeft ook contact met ouders. En dan kan je ook in het gedrag van ouders kan je iets zien. Hoe een ouder zich ten opzichte van jou gedraagt. Uh, maar ook ten opzichte van andere ouders. Of als je ziet hoe de interactie tussen het kind en de ouders is. Daarin kan je dan ook al iets zien. Dus het is eigenlijk een optelsom van een heleboel dingen. En wat er dan meestal gebeurt is dat het je buik dan zegt. Of je onderbuik. Het voelt gewoon niet lekker. Het voelt ja. gewoon niet goed. Je instinct volg je dan eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja. Um, want we hadden het ook eventjes uh, over dat eigenlijk dat emotionele verwaarlozing en mishandeling eigenlijk veel meer voorkomt. Hè? Ja. Dus je ziet ook, je ziet ook niet zo heel vaak van ook letterlijk blauwe plekken. Nee. Want het zijn gewoon vaak uh, zit, zit het in het hoofd. Ja, het zijn heel veel blauwe plekken in het hoofd, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En je zegt al zelf, je mag niet, je kan niet echt op zoek gaan als een soort Sherlock Holmes naar, naar signalen. Wat is dan wel de manier, behalve die meldcode om daarmee om te gaan? Ik denk zeker, zeker als je leerkracht bent op een basisschool, ik heb net vandaag geleerd dat kinderen 7000 contacturen hebben als op de basisschool. Dus er zijn 7000 uur dat een kind op school is. Als een kind mishandeld wordt, dat heeft invloed op zijn gedrag. En het kan bijna niet anders dan dat school dat ook gaat merken. En dat kan al zijn in groep 1, maar dat kan ook pas zijn in groep 8. Maar ergens moet er op een gegeven moment moet er duidelijk worden van, goh, er lijkt toch wel iets niet helemaal lekker met dit kind. En wat er dan heel veel gebeurt, is dat we dat bedenken. En dat hoor ik of mensen ook heel vaak zeggen. Maar ja, je ziet die signalen niet, hè? Je ziet die signalen niet. Om vervolgens op te noemen: ja, maar hij heeft toch wel heel vaak kleren aan die veel te klein zijn. Hij ruikt ook heel vaak niet zo lekker. Ja, als ik kijk in zijn trommeltje wat hij mee naar school heeft, dat is niet echt heel erg gezond. Eigenlijk zien we die moeder ook bijna nooit. En dan worden er zo een stuk of vijf, zes dingen opgenoemd waarvan iedereen denkt: ah, maar dat voelt niet zo lekker. En dan gebeurt er altijd iets heel bijzonders, want dan gaan mensen denken, ja, maar dat komt omdat... Die moeder, ja, ik, ik ken er een klein beetje. Het is wel een hartstikke lief mens. Ze doet ongelooflijke best. Ja. Ja. Dus die kan niet haar kind mishandelen. En ik ken dat jongetje ook. Het is wel een jongetje met een heel, heel, heel bijzonder temperament ook. Dus ik kan me voorstellen dat als het af en toe niet goed gaat, snap ik oh. ook. Dus wat we doen is bij alles wat we zien, wat we waargenomen hebben en waar we ons zorgen over maken, gaan we meteen ongeveer 100 redenen bedenken. waarom dat absoluut geen kindermishandeling zou kunnen zijn. En waarom doen we dat? Waarom willen we dat? Daar niet aan toegeven. Niemand wil leven in de wetenschap dat er mensen zijn die hun kinderen pijn doen. En niemand wil ook leven met de wetenschap dat je daar zelf ook toe in staat bent. Ja, dat er een soort monster in ons huist. Ja. Ja. En dat is ook wat we doen van ouders die hun kinderen mishandelen. Daarvan denken we altijd dat het monsters zijn. Nou, ik ben zelf als kind mishandeld. Ik had echt hele doodnormale ouders. Ja. En die gingen ook gewoon naar verjaardagen. En er kwamen gewoon mensen bij ons thuis. Mijn moeder zat altijd in de. Toen nog heette dat oudercommissie. Als er iets gedaan moest worden op school was mijn moeder de eerste die zich aanmeldde. Dus een hele doodgewone vriendelijke, aardige vrouw. Ja, dus dat er ook een soort stigma heerst op mensen die kinderen mishandelen. Dat zijn ook slechte lechte mensen. Ja. Die doen dat expres, die, die willen dat ook. En ja, en het zijn monsters. Ja, ja. 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 En, en we kunnen gewoon niet geloven. Er was een hele, dat ging niet over kindermishandeling, maar was een hele mooie documentaire uh, we need to talk about Cosby. Uh, Bill Cosby die heeft in Amerika iets van 70 vrouwen uh, misbruikt. Mm -hmm. En er is een, een vierdelige documentaire. En dan gaat het eerst ook heel erg over dat hij zo belangrijk is geweest voor de emancipatie van zwarte mensen. En dat hij ook heel veel gedaan heeft, ook uh, in het pedagogisch klimaat. Dus echt een hele goede, hartstikke aardige, leuke, lieve man. En ondertussen verkrachten die 70 vrouwen. Ja. En dat beeld van die hele lieve, aardige, leuke man en de verkrachter, dat kunnen we niet in één persoon vatten. Dus er zijn nog steeds mensen die hem geweldig vinden en er zijn mensen die hem een monster vinden. Want het lukt ons niet om dat in één iemand te kunnen maar zien. Dat vind ik heel interessant, Ted, want jij brengt deze boodschap in een tijd van cancel culture en van de woke cultuur... Dat is best wel actueel. Van hoe kijken we eigenlijk naar iemand? Moeten we kijken we niet te zwart-wit soms? Ja, ik vind dat we vreselijk zwart-wit kijken. Ja, ja. Als ik het over mijn eigen ouders heb, ik zeg ook altijd: als mijn ouders het anders hadden kunnen doen, hadden ze het ook anders gedaan. En dat is echt de manier waarop ik naar plegers kijk van, van dit soort verschrikkelijke dingen. En dat is ook, nou ja, ook naar die meneer Cosby en nou ja, naar iedereen momenteel in, in onze samenleving. We moeten stoppen met mensen zo verschrikkelijk te veroordelen daarover. Ik hoor al een beetje de luisteraars door mijn oortjes heen praten en denken en die zeggen dan, ja maar praten we het hiermee niet goed? Nee, ik praat het niet goed. Ik zeg alleen dat soms de omstandigheden waar mensen in verkeren zo ongelooflijk ingewikkeld zijn. Eh, waardoor de stress enorm omhoog schiet. Waardoor je ineens die vierjarige die voor je voet loopt, een klap geeft. Ja. En het is niet omdat je het wilt. En het is ook niet omdat je niet van het kind houdt. Maar de situatie waar je in zit, is even. En hopelijk, maar heel tijdelijk, zo ongelooflijk ingewikkeld dat het wel gebeurt. En er zijn patronen, hè? En er zijn patronen. Ouders zitten gewoon in bepaalde situaties waarin ze dat misschien ook helemaal niet meer door hebben. En dan is het juist als omgeving heel belangrijk om mee te kijken en mee ja. te praten. Ja. Ja. Kijk, en we kennen misschien, kennen, ik weet niet, hebben jullie kinderen? Nee. Oké. Okay. <laughs> ja, dan. Ga, dat gaat het dan, <laughs> ja, Nee, maar ik ken heel veel ouders die dan tegen mij zeggen. Mijn moeder zei altijd tegen me. En dan komt er zo'n zinnetje waar, misschien kennen jullie dat wel van je eigen vader en moeder. Zo'n zinnetje waarvan je denkt: oh, godverdamme. En dan ga ik echt nooit tegen mijn eigen kinderen zeggen. En bijna iedereen heeft een keer zo'n moment dat hij denkt: shit, nou zeg ik het wel. Ja. Want je gaat altijd terug, en zeker als je stress hebt, als je het moeilijk hebt, ga je, val je terug in de patronen waarin je zelf bent opgegroeid. Hm. Daarom wordt er ook zo heel vaak uh, mishandeling weer doorgegeven van de ene generatie op de andere generatie. Ja. Even terug naar de praktijk. En ja. misschien is het dan ook wel goed om naar jouw verhaal te vragen. Want wat, ja. wat was het moment voor jou waarop jij dacht. En nu was het eigenlijk wel mishandeling. Kijk, als je aan tien mensen gaat vragen: wat is kindermishandeling? krijg je tien verschillende antwoorden. Dus eigenlijk weet niemand. Er is een enorme ingewikkelde officiële definitie. En de kern daarvan is dat als een volwassene waarvan het kind afhankelijk is iets doet waarmee het kind schade oploopt, dan spreek je van kindermishandeling. Hm. Maar dat is heel breed en heel vaag. Dus als ik het aan jou zou vragen en aan jou zou vragen van wat is nou precies kindermishandeling, krijg ik twee verschillende antwoorden. Hm. Omdat niemand het helemaal precies weet. Maar we vinden wel allemaal dat we het moeten kunnen signaleren. Hm. Dat is al een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja. En als je aan mij vraagt wanneer wist jij dat je mishandeld werd, ik heb het als kind... Heel snel, ik denk dat ik al, nou met mijn vierde, vijfde al wist dat er echt dingen gebeurden thuis die absoluut niet oké okay waren. En ik weet ook dat er heel vaak wordt gedacht: ja, maar kinderen die, die, die denken dat het normaal is en die weten niet beter. Nou, ik wist echt wel beter en ik hmm. wist ook dat het niet normaal was, alleen ik moest het wel een beetje normaliseren om het te kunnen overleven. Ja. ja. En ik moest het ook kleiner maken om het te, te kunnen overleven. En ik kon er ook niet over praten. En dat had ermee te maken dat ik het gevoel dat het mijn eigen schuld was. Maar zodra ik het ook tegen iemand zou zeggen, dan werd het waar. En dan kon ik het nooit meer ontkennen. Hmm. En ik had gewoon niet de gereedschappen om dat de hele tijd te dragen. Dus dat waren allemaal redenen om, nou ja, om het maar kleiner te maken en net te doen alsof ja. het gewoon was. En werd dat bij jou steeds ook door anderen gesignaleerd? Je luidt naar pedagogisch verantwoord met Lars Limburg en Tijm van den Beuken. Nee, ik ben pas gaan praten toen ik 27 was. Ja, dat is wel heel erg laat. Nee, dat niet? Is, nee, er zijn onderzoeken gedaan en de meeste mensen gaan pas praten tussen 25ste en 35ste. Echt waar? Ja. Dan heb je afstand. En je hebt ondertussen wat vaardigheden opgedaan... waardoor je datgene wat je moet gaan aanpakken, dat je dat ook kan aan gaan aanpakken. Ja, maar wanneer er een interventie wordt gepleegd bijvoorbeeld veilig thuis... dat is bij jouw situatie niet gebeurd? Nee, nee wel eens is er geen hulpverlening nee, nee, nee. geweest. Want dan kan ik me voorstellen dat dat al wat eerder uh, in gang wordt gezet. Ja, dat kan wel. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat een kind dan ook direct gaat zeggen... ja, nee, dat klopt, ik word mishandeld. Mm. Mm. Dan nog kan dat soms echt wel jaren duren voordat je dat zelf kunt gaan erkennen. ja. 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 Het is wel, wel bijzonder inderdaad dat daar zoveel ruimte voor nodig is om te beseffen de ernst. Het besef is er misschien wel, maar om het uit te durven spreken, dat is gewoon heel erg ja, ingewikkeld. Ja. Ja. We hebben net al even wat aandacht besteed aan het signaleren van kinderen en vooral hoe ingewikkeld dat is. Maar je noemde wel een paar aspecten die vaak voorkomen. Ja. Kunnen we ook aan ouders merken dat daar iets speelt waarvan we toch moeten denken van hoe. Het is niet zozeer dat je dat direct aan de ouders kan zien. Uh, maar er zijn wel gewoon een heel aantal risicofactoren. die ja. de kans op het ontstaan van kindermishandeling. heel erg vergroten. Ja, die hebben we net ook allemaal uh, besproken over elkaar gezet. Ja, ja. ja, en dan is het dus niet zo. Hè, armoede is een van de grootste indicatoren. op het ontstaan van kindermishandeling. En het is dus niet zo. dat als er bij een, een gezin sprake is van armoede. dat er dan dus ook meteen sprake is van kindermishandeling. Precies, want daar hadden we het dus net over. en daar werden we ook een beetje ongemakkelijk van. En ik zei net tegen Lars wel. Van, ja, we moeten niet mensen al verdacht Gaan maken hè, omdat nee. er inderdaad een risicofactor is. Want dat is natuurlijk de, de omgekeerde wereld. Ja, nee, maar dat moet ook niet. Nee. Maar het is wel een indicator van dat, dat het gevaar is dat het zou kunnen ontstaan. En wat je dus zou kunnen doen in gezinnen waarvan je weet dat er sprake is van armoede, zou je dus al een interventie kunnen doen om. Op de armoede. Om ervoor te zorgen dat de armoede minder heftig wordt. Dat mensen daarin gesteund worden. Uh, ja. En hulpverlening krijgen. Zodat die escalatie naar kindermishandeling. Partnergeweld niet, niet gaat ontstaan. Nee, precies. Ja. Nee, en, en dat kan dan met dit voorbeeld wel. Maar bijvoorbeeld een van de risicofactoren is ook een oudergezin. Uh, autisme. ADHD. Uh, migratieachtergrond. Ja, Dat kun je natuurlijk niet wegnemen. Nee, je kan het niet wegnemen. Maar je kan wel al kijken. Nou bijvoorbeeld. Eh, er komt een kind op, op school. wordt aangemeld en dat is uh, van een alleenstaande moeder. Nou zou je wel tegen die moeder kunnen zeggen van jeetje joh, dat lijkt me pittig in je eentje één ja. kind of twee kinderen opvoeden. Ja. Weet je, wij zijn een school, we zijn geen hulpverleners, maar mocht je nou een keertje denken, pff, stap gewoon even binnen. Oh, ja. En weet ook dat als wij denken het gaat niet helemaal lekker met het kind of we zien dat bij jou, dat we daar met jou over in gesprek gaan. Dan kan je al veel eerder, en dan hoef je het niet te laten escaleren, namelijk tot kindermishandeling. Als we leren om ons wat eerder met elkaar te gaan bemoeien, en dan niet in de zin van jij doet het fout, maar meer van goh joh, bij zo'n alleenstaande moeder kan ik me heel goed voorstellen dat hij er af en toe behoorlijk moe uitziet. Nou, benoem dat een keertje. Voor joh, ik vind dat je er... Zie ik het nou goed? Zie je er echt zo moe uit? Gaat het eigenlijk wel? En dat alleen al kan helpen dat iemand zich kan uitspreken, dat iemand misschien ook eerder hulp gaat vragen. Dat iemand voelt van, oh ja, bij, bij, bij TED mag ik er zijn en mag ik ook even gewoon zeggen dat ik mijn kind af en toe achter behang kan plakken. En daarna ga ik gewoon weer verder. Ja, ja we denken ook veel te groots vaak. Hè? Ja. Die kleine uh, persoonlijke gesprekken, die Openheid. kunnen al helpen. Ja, ja. 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 Maar omdat we het zo'n spannend onderwerp vinden, wat we dan juist gaan doen, is dat we heel lang gaan wachten. Dus we wachten liever tot het echt helemaal geëscaleerd is. Tot we echt zeker weten dat het, zo, dat het is wat het is. En dan gaan we wat doen. Ja, ja. En dat, dat heeft te maken met dat, dat stigma. Hè? Dat ja. we denken van dat is echt een criminele daad. En dan ben je, oh dan komt dat monsterlijke weer ja. boven. Maar ja. dat stigma, Ted, jij praat heel veel voor organisaties. Hè? Je komt bij heel veel groepen. Hoe zorg jij ervoor dat je aan de ene kant met respect het thema behandelt en ja? aan de andere kant het ook een beetje ontnuchtert eigenlijk wat, wat het nodig heeft? Ik kan ook heel veel vanuit mijn eigen ervaring vertellen en dat ik kan laten zien ik ben er goed uitgekomen en ik heb een heel rijk en gelukkig leven nu en dat maakt het al luchtig. Kijk, als ik in dit gesprek met jullie een beetje zielig, bijna snikkend zou zitten zou dat voor jullie veel minder plezierig zijn dan wanneer we het er gewoon over kunnen hebben. Ja, is het bijvoorbeeld plek voor humor? Of is dat... Ja, natuurlijk. Wel? Ja. Tuurlijk. Ja, ja, misschien hebben wij ook een beetje zo'n soort van <laughs> spanning of zo bij dit. Ja, want uh, ja, dat, dat benoemden we net ook al. Hè? Want we willen ook niet disrespectvol zijn. Hè? Naar, naar zowel de, de mensen die het meegemaakt hebben als dan ook naar... Eventuele plegers of mensen ja. die, uh, die Maar ergens doen. zijn we misschien ook, doordat we zo respectvol willen zijn, zijn we juist misschien disrespectvol. Omdat je ook gewoon ja. erover moet ja. kunnen hebben. Ja, dat is een goede Lars. Ja. Ja. Misschien komen Zeker. we daar nu een beetje achter in dit ja. gesprek. Ja. Wij hebben een samenwerkingsverband met een, met een theatergroep. Uh, en hebben, is er een voorstelling over seksueel misbruik van kinderen. Nou, die is best uh, heftig. Maar er wordt ook behoorlijk gelachen in die voorstelling. En dat moet ook, want anders hou je het gewoon niet vol. Mm. Dan, dan is echt halverwege de voorstelling. ligt iedereen onder zijn stoel. en die huilt. en die, die kunnen we allemaal opdwijlen. Dus je moet ook steeds wel een beetje lucht brengen in het geheel. Want anders ja, dan ja. is het niet te dragen. En dat hoor ik ook uit, jou, uit jouw eerdere woorden al. Hè? Dat, dat er. Een soort menselijkheid altijd achter blijft zitten. Hè? Het is gewoon iets wat mensen doen, niet met de slechte intenties, maar nee. gewoon door onmacht of door onwetendheid. Hè? Dat heeft Lars ook in het intro stukje al gezegd. Dus nuchter bekijken van deze problematiek. Dat zeg jij dus, dat is nodig. Dat is heel erg nodig. Ja. En we mogen het niet bagatelliseren, dat mag ook niet. Dus niet bij alles denken: oh nee, dat zal wel meevallen. Nee. Maar ook niet nou, zo ongelooflijk zwaar maken, want daar heeft niemand wat aan. Ja. En zeker de kinderen niet. Hè? Want als wij het als volwassenen zo zwaar gaan maken. en er zo ingewikkeld over doen. en zo zenuwachtig ook van worden. dan nou gaat geen kind meer, überhaupt zich meer uitspreken. Nee. Nee. Want die kinderen denken, oh ja, dan ga ik het tegen jou vertellen en dan moet ik jou daarna opdwijlen, want jij kan het helemaal niet aan, want je vindt het nu al eng. Ja. Dus we moeten het echt gaan normaliseren om over dit soort dingen te praten. Ja, ja want stel iemand luistert dit verhaal nu, je luistert naar deze podcast en die, die denkt bij zichzelf: ja, maar ik ben volgens mij ook echt mishandeld als kind. En die heeft er nooit over gesproken of nooit iets mee gedaan. Wat, wat moet zo'n persoon doen? Wat is de eerste stap? Nou, je moet niks, maar wat ik je wel kan aanraden is om er wel over te gaan praten. En dat kan zijn met iemand die je vertrouwt, het kan zijn met een hulpverlener, het kan zijn met een lotgenoot. Maar praten over dit soort dingen is ongelooflijk belangrijk, omdat je er dan ook achter komt dat je niet de enige bent. Wat heel veel slachtoffers denken, dat je de, ik heb ook heel lang gedacht dat ik het enige kind op de wereld was wat mishandeld werd, want er werd nooit over gesproken. En wat je ook kan leren dan is dat het niet jouw schuld is. Want kindermishandeling heeft niks te maken met het kind. Kindermishandeling heeft te maken met het onmacht en het onvermogen van de pleger. Ja, en van heel veel vormen. Daar kunnen we misschien bij voorstellen onmacht en onwetendheid. Maar als ik dan lees seksueel misbruik, ja, ja dat, dat moet ik niet denken aan onmacht. En toch is dat zo. Ja, ja. Ik wil eerst bij zeggen dat voor iedereen seksueel misbruik ongeveer als de allerergste vorm van kindermishandeling wordt gezien. Ja. En behalve voor heel veel slachtoffers. Want heel vaak heb je ook te maken met andere vormen van kindermishandeling. En in sommige gevallen zijn die andere vormen beschadigender. En worden als erger ervaren dan seksueel misbruik. Dat is in mijn geval ook. Ik ben van mijn vijfde tot mijn achtste misbruikt door mijn vader. Maar ik heb daarnaast heel erg veel psychische mishandeling meegemaakt door mijn moeder. En de schade die ik daaraan heb overgehouden is gewoon veel groter. En het seksueel misbruik, ja, dat is afschuwelijk en vies en naar. Maar het is een soort, een soort doosje. Wat makkelijk vast te pakken of makkelijker vast te pakken is. En voor sommige mensen geldt het wel dat het echt het allerergste is geweest, maar voor heel veel mensen ook niet. En maar hoe, moet, hoe komt dat dat we daar toch zo over denken als het, het ergste? En komt dat met, met dat, dat je een soort van onschuldigheid van het kind afneemt? Of wat ja, dat denk ik. En omdat het gaat over seksualiteit. En seks vinden we toch altijd. Ah, sowieso, dat je bedenkt dat een volwassene seks heeft met een kind. De meeste mensen worden daar gewoon heel misselijk van om daarover ja. na te denken. Ja. En het is natuurlijk iets heel fysieks. Daarom is denk ik seksueel misbruik en ook fysieke mishandeling worden heel vaak als de vormen van kindermishandeling, omdat het gewoon, het, het schendt je lichaam. Ja. Dus daarom is dat heel erg. Ik zou even te denken Ted, aan de, de, de wet, hè? want jij, ja? jij ziet die, die plegers ook niet alleen maar als daders eigenlijk. Nee. Vind je wel dat die straffen wel passend moeten zijn eigenlijk? Kijk, als mensen iets doen met een kind waar een kind schade aan ondervindt, vind ik wel dat er een passende straf moet zijn. Maar ik vind ook dat je moet kijken waar komt het vandaan. Want volgens mij heeft het nul zin om mensen eindeloos op te sluiten en vervolgens weer los te laten, en eh, dan kunnen ze weer hetzelfde gaan doen. Want er zit heel vaak een oorzaak onder datgene wat men gedaan heeft. En als je daar niks aan doet, dan los je niks op. Ja. Want je hebt wel verschillende plegers van seksueel misbruik, bijvoorbeeld. Je hebt pedofielen, die hebben gevoelens voor kinderen. Maar een pedofiel, over het algemeen, wordt niet seksueel actief. Dan heb je pedoseksuelen. Dat zijn mensen die ook gevoelens hebben voor kinderen. En ook heel vaak in een bepaalde leeftijdsrange. Dus de kinderen van vijf tot acht vind ik heel erg aantrekkelijk. En als ze ouder dan acht zijn, dan hoef ik ze niet meer. En, maar deze mensen worden ook echt seksueel actief en die misbruiken kinderen ook. Maar je hebt ook een soort van gelegenheidsdaders. Zoals mijn vader bijvoorbeeld ook was. Dat was een man die enorm gefrustreerd was. Die ook hele nare dingen in zijn eigen jeugd heeft meegemaakt. Enorm gefrustreerd was. En dan op een gegeven moment liep de frustratie heel hoog op. En dan, nou ja, dan wist ik, dan ben ik aan de beurt. En dan was de frustratie weer gezakt. Ja. En dan was ik weer een tijdje veilig. Je kan, zo'n man als mijn vader kan je opsluiten. En daarna weer loslaten. Maar dan... Als hij dan een nieuw gezin gaat stichten, gaat hij dezelfde dingen doen. Je kan hem ook wel straffen, eh, maar daarnaast ook behandelen voor de trauma's die hij zelf heeft, waardoor dat gedrag wat hij heeft ontwikkeld stopt. Ik merk dat er allemaal stigma's en gedachten door mijn hoofd gaan. Maar ik ben er tegelijkertijd ook wel van bewust... dat dat ook echt komt door, dat, dat maatschappelijk stigma van... ja, maar dat kan je toch niet en dat doe je toch niet. En, en dat, dat mag toch niet. en Dat, dat, is, iets, dat is iets beestachtigs, weet je. Je ja. bent toch gewoon een mens met, met normen en waarden en opvoeding. En dat is toch een grens, dat, die ga je toch niet over. Totdat je hem wel overgaat. Ja, ja. Ja. Denk je ook dat ieder mens dit kan doen? Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, kijk... Kijk naar de oorlog in Oekraïne. Kijk wat ja. er gebeurt als mensen echt in afschuwelijke omstandigheden terechtkomen. Dan gaan al je menselijke waarden en normen worden overboord gegooid. En dan zijn mensen in staat om de meest vrede dingen. Als je eindeloos in armoede leeft en je hebt een partner die alleen maar zuipt en uh, je hebt drie kinderen en geen centen makken en de deurwaarder staat aan de deur, dan zou het zomaar kunnen dat de stress zo hoog oploopt dat je, nou ja, en op een gegeven moment snap en dan doe je iets verschrikkelijks. Ja, dus, dus de uitspraak van beschaving is een dun laagje vernis, dat is daar ben je daar, mee eens. Ja, daar geloof ik wel in, ja. ja. Als je mij in een Situatie zet die maar slecht genoeg is, langdurig, ja, dan zou ik ook jou bijvoorbeeld om kunnen brengen. Ja. Zou ik nu niet kunnen. Maar er zijn. Fijn, opstande... Dat vind ik heel fijn. <laughs> ja, wie weet ja. wat er okay, nog ik, gebeurt. Ik heb dat ook wel eens bij tijd. Nee. Het <laughs> is altijd een humor, toch? Ja, dat is wel goed. Ja, ja. ja. ja ik zat nog even te denken, Ted. Je vertelde al dat het praten heel belangrijk is. Wat zijn de volgende stappen die we met deze kinderen moeten zetten om die weer te laten herstellen eigenlijk? Ja, praten is heel erg belangrijk. En wat ongelooflijk belangrijk is, is dat je kinderen ziet. Ik zit hier en ik ben zo gezond weer geworden, omdat er in mijn leven twee mensen waren. Dat waren mijn oom en dik en tante ger. En die hebben heel veel voor mij en ook voor mijn broers en zussen gezorgd. En door hun zit ik hier. En dat kwam omdat ze gewoon, ja, ze zagen mij, ze hadden belangstelling voor me. En het allerbelangrijkste zinnetje uit mijn leven heeft Ome Dik tegen me gezegd toen ik zes was. Dan ging ik hem helpen op de boerderij. Nou, een zesjarige die helpt niet zozeer, maar die loopt iemand voor zijn voeten. <laughs> ja, dat gebeurt <laughs> nou eenmaal. En toen heeft hij aan het eind van zijn middag een keer tegen me gezegd: Kind, ik ben zo blij dat je gekomen bent, want zonder jou had ik mijn werk niet afgekregen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste zinnetje uit mijn leven. En daarmee heeft hij me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Ik ben echt een meter gegroeid die dag. En dat heeft me enorm geholpen om het te overleven. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Je kunt vaak niet het probleem oplossen. Daar moet je wel je best voor doen. Maar het probleem is vaak heel ingewikkeld, complex en daar heb je heel veel tijd voor nodig. Maar een kind helpen is helemaal niet zo moeilijk. En dat gaat over aankijken, echt belangstelling hebben en een kind echt zien. Ted, ik denk dat dit een heel mooie laatste opmerking is. Die echt gaat over het pedagogisch verantwoorden. Want dat is echt wat nodig was op dat moment. Ja. Wij willen jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. We hebben heel veel geleerd. Hoe kunnen mensen jou nog bereiken? Ze kunnen naar de website van Stichting Praat. Dat is www.stichtingpraat.nl. En dan kunnen ze ook nog een contactformuliertje invullen en dan komen ze bij mij terecht. Dat lijkt me heel nuttig om bij jou terecht te komen... en heel veel informatie weer op te doen. Hartelijk dank. Graag gedaan en dank jullie wel voor de uitnodiging. Blijf luisteren als je de conclusie van Tijmen en Lars wil weten over dit onderwerp. Tijmen, kan je zien dat mijn hoofd een beetje roter ervan is geworden? Een beetje wel, ja. Ja, ik, uh, ik heb het er warm van gekregen. Het is, een, uh, het is een intens onderwerp waarbij Ted ons wel geleerd heeft... dat je het af en toe ook wel iets lichter mag zien... Dat we de mens achter de problematiek moeten zien en daar onze focus op moeten leggen, dat is mij het meest bijgebleven. De menselijkheid en vooral het feit dat iedereen in principe, als we Ted moeten geloven, in staat is om dit te doen als we maar op de juiste knoppen drukken. Er blijven toch stemmetjes in mijn hoofd zeggen van ja, maar dat kun je toch voorkomen en dat kun je toch door. Goed bij jezelf stil te staan en goed over jezelf te reflecteren en zo. Nou, Toch blijkt dat niet of zo. Nee, ja, ik, vind ik, heb, dat, ik vind het lastig. Ik, ik snap dat je last van. Ik heb jou ook wel eens in heel stressvolle periodes gezien. Ja. Waarop je ook niet meer zo verstandig over alles kon nadenken. Ja, goed punt. Ja, en dan uh, wat Ted ook zegt. Van misschien vlieg ik jou dan wel aan, zegt ze. Nou, hoe kun je tijmen van de beuken nou aanvliegen? Dat is echt de, de vriendelijkheid zelf. Dankjewel, en, Lars. En toch, <laughs> toch kan dat. Toch, toch kan je zo ver van huis zijn. En dan lijkt inderdaad kindermishandeling het, het ergste wat er is. Ja. Maar het hoort ook bij het leven. Ted heeft ons echt voorgesteld aan een ander mensbeeld. He? Ja, zeker. Ja. Ja. Even Lars, want dat is natuurlijk het doel van deze conclusie: niet uh, alles herhalen, maar even die stelling: He? van hoe staan we daar nu in? Na het bespreken van de wetenschap en na het mooie gesprek met Ted. Ik hou er even bij nog even voor om ons. Om onze herinnering op te frissen. Kindermishandeling is overdraagbaar, was de stelling. En ik zei een beetje van ja, dat is zo. Hè? Want je ziet heel vaak dat, dat kinderen dat normaal vinden. En dat je dat daarom ook bij je eigen kinderen gaat doen, hè zoals je het gezegd En jij zegt: Nou, het is vooral onwetendheid. Dus dat, dat kan voorkomen worden. Hoe zie jij dat nu? Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat ik gelijk heb gehad. Uh, voor een deel wel, ja. <laughs> voor een deel wel, maar nee. Ted had het ook echt over dat uh, je dat heel snel ook bij je kinderen gaat doen, omdat dat gewoon een soort van visuele cirkel blijft. Nee, precies. En onze stelling is ook uh, niet helemaal kloppend, omdat kindermishandeling ook kan ontstaan zonder dat er generaties zijn geweest waarin het ook misging. Hè? Precies. Stel je bent inderdaad die vader waar het werk heel druk is en waar het gezinsleven heel druk is... heel terloops sluipt dat gedrag erin tegenover je kinderen. Dan is er helemaal geen overdrager geweest. Dan ontstaat dat. Ja. En daar moeten we goed op letten nog steeds. Ja. En praat. Hè? Dat is wel een uh, belangrijke tip. En daarom is die stichting en die naam ook zo goed. Ja. Stichting Praat, is, uh, dat is de eerste stap. Ja, en wat ik nog echt even wil benoemen is... Dat Ted ook een pleidooi heeft gehouden voor het herwaarderen van ons onderbuikgevoel. En want dat wordt in de moderne wereld, naar mijn idee, toch gezien als slecht en dan komen alleen maar foute ideeën uit. Maar dat Ted eigenlijk zegt: van ja, maar als je dingen ziet, je dingen signaleert waarvan je eigenlijk kan zeggen, nou, die signalen aan zich zeggen eigenlijk niet zoveel. Maar de combinatie en de setting, dat doet iets met me. Daar, daar gaat een soort van intern alarmbelletje af. En ik denk dat we dat alarmbelletje met z'n allen... en het onderdrukken zijn, want het moet allemaal feitelijk zijn... en allemaal meetbaar zijn. Maar nee, daar zit dus blijkbaar wel iets in ons... dat je dat kan voelen en dat kan zien. Ik denk dat dit wel heel belangrijk is om daar weer naar te luisteren met elkaar. En Timer, ik ben het eens met je zeg maar ook... dat het niet alleen maar professionals zijn die dit, die dit moeten kunnen doen. Mm -hmm. Jij moet gewoon... Waarde hechten aan jouw oordeel. Ook als buitenstaander en ook als uh, tussen haakjes niet-deskundige, jij kan die verandering teweeg brengen. Uh, dat is ook dat onderbuikgevoel wat die mensen ook kunnen hebben. Mooi, Lars. Ja, ik denk dat dit een mooie afsluiting is van deze bijzondere aflevering, waar we iets heftigs hebben behandeld, maar ook wel weer de luchtigheid hebben kunnen aanraken. Mocht jij. Iets willen delen over deze aflevering, laat het ons weten. We zijn actief op alle social media kanalen: Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter zelfs nog. En uh, podcast.pedagogischverantwoord.nl Daar kun je onze mailtje inderdaad naar sturen. En voor nu stuur deze aflevering ook via WhatsApp of andere media door naar mensen waarvan je denkt, die vinden dit ook interessant. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.